Hoe meer jij leeft met de natuur, hoe meer jij leeft volgens je biologische klok, hoe gelukkiger en vooral gezonder jij je lichaam maakt. Ja. Hartelijk welkom bij de Spreker Podcast. Mijn naam is Carl van Gorssel. Het onderwerp van vandaag bracht mij in herinnering terug naar mijn moeder, die dan altijd op zaterdagmorgen om 10:30 mijn slaapkamer ging stofzuigen. Onder het uitroepen van blijf maar lekker liggen, jongen. Maar tegelijkertijd ook daarbij de morgenstond heeft goud in zijn mond. En de spreker.nl zou de spreker.nl niet zijn als wij niet een spreker in huis hadden. Die er helemaal in gespecialiseerd is. En die zit hier fris en fruitig tegenover mij. Het is Lienke de Jong. Ja. Lienke, welkom. Ja, zo leuk. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Ja, ik vind het echt te gek. Goed ja. Zo. Was mijn moeder knettergek? Een gestoord mens? Irritant? Of had ze gelijk met die uitspraak? Nou, nee, ja, ik was heel herkenbaar, maar mijn ouders waren ook zo. Is dat zo? Ja, en ik was ook dan nog diegene die op bed lag, inderdaad. Want jij was vroeger geen ochtendmens? Nee. Echt de grootste ochtendhater. Maar ik denk eerlijk dat elke puber dat wel is. Ja. Ja, op een gegeven moment kom je in een periode als kind. Echt als kleinkind kan je wel een ochtendmens zijn. Dan sta je op, ben je gelijk vrolijk, je wilt spelen. En op een gegeven moment komt er een periode, in ieder geval bij mij en veel anderen, dat je denkt, nee, ik wil niet uit bed, het is donker. Of ik moet naar school, mag ik dat niet skippen? Ja. Dus nee, elk weekend, mijn moeder ook hoor. Kom, we moeten naar de familie, we moeten de trein halen. Ja. Vreselijk. Ja. Vreselijk. Maar is er bij jou een switch geweest? Want waarom we hier vandaag zitten te praten? Jij bent een mevrouw die het land in gaat als spreker en tegelijkertijd ook podcast doet. En weet ik het, je hebt een hele community als het gaat om good morning. Of ja, echt de ochtend. Ik heb echt maar één missie en dat is mensen energiek en enthousiast uit bed halen. Ja. Omdat ik dus nu echt inzie wat het je kan brengen. Ja, en is het wat ik las meteen? Ik ga meteen helemaal op de inhoud. Terwijl ik nog straks even ga kijken wie ben jij eigenlijk. Maar je zegt zelfs dat ochtendmensen gelukkiger zijn, succesvoller zijn. En wat was het allemaal? En fitter. Ja, lekker zo hup, zwart-wit. Dat werkt altijd goed. Maar heel eerlijk, ik heb nog nooit in deze 10 jaar dat ik nu Dear Good Morning heb van iemand gehoord dat diegene niet fitter is geworden of niet gelukkiger of niet succesvoller. Okay. Dus ik durf het wel steeds meer te beweren. Al die mensen die ik heb gesproken, dat zijn er inmiddels duizenden, dat zij echt denken, wauw, had ik dit eerder geweten? Of wat is het toch fijn om die ochtend energiek te starten? En ik maar denken dat we een heel luchtig onderwerp te pakken hebben, maar jij maakt heel zwaar. Nee. Je kan het zo zwaar maken als je wil. Ja. Maar ik hoop gewoon iedere keer als ik ergens ben geweest, dat er ook maar één iemand is die denkt, morgenochtend ga ik gewoon iets eerder opstaan en ik ga gewoon even tijd voor mezelf nemen. Oké, en is het niet zo, want dat denk ik altijd, maar ik ben dus geen specialist op dat terrein, dat je bioritmisch, dat er zijn gewoon mensen die avondmens zijn en je hebt ochtendmensen. Zeker. Dus 98% van de hele wereldbevolking zit er een beetje tussenin, ochtend en avond. Ja. En de echte avondmensen, dat zijn een beetje meer de kunstenaars, die echt in een hol zitten en dan juist midden in de nacht tot leven komen. Ja, creatief zijn. Voornamelijk echte creatievelingen. Alleen wat veel mensen denken, dat ze een avondmens zijn, maar het is een aangeleerd ritme. En dat komt voornamelijk omdat wij in de avond de meeste sociale activiteiten hebben, zoals nog even Netflixen of uit eten, met vrienden afspreken. Ja. Dus je creëert je eigen ritme. Ja. En je biologische klok, dat zit allemaal in ons, word je mee geboren, die doet er alles aan om er mee te buigen met jouw ritme. Uh-huh. Dus mensen denken, en dat is ook het eerste wat ze tegen me zeggen, nee, dit is niets voor mij, ik ben een avondmens. Ja. Dan zeg ik, oké, dat kan. Ja. 1%, zeer bijzonder, uiteraard. Maar wellicht heb je het ook wel jezelf aangeleerd. Ja. En als je dat gaat onderzoeken, dan kan je heel snel inzien of je een beetje tussenin schippert, of dat je echt heel uniek bent, of dat je denkt, eigenlijk heb ik het maar gewoon mezelf aangeleerd. Ja. En waarom is het zo goed? Want jouw boodschap is volgens mij, kom je nest uit, op tijd. Ja, doe dingen. Niet zeiken, gewoon doen. Dat heb ik ook wel vaak gezegd. Dat je iets eerder opstaat dan normaal. En heb je het over absolute tijden? Dus heb je de 7 nee, of 8 uur? Je hebt een 5 a.m. club in Amerika. Dat is super groot. Miracle Morning die beweert ook wel dat je tussen 5 en 6 moet opstaan. Alleen ja, dan krijg je dus heel veel mensen die zeggen, ja, dat is veel te vroeg. 5 uur is voor mij ook veel te vroeg. Dus waar Dear Good Morning echt voor staat, is dat je gaat kijken hoeveel eerder kan ik opstaan zonder dat ik mijn slaap ga verstoren. En het gaat er echt om dat jij eerder opstaat om iets te doen waar jij energie van krijgt. Ja. In plaats van dat je gaat opstaan voor de maatschappij, wat de meeste mensen doen. Ja, maar waar komt het? Ik zocht even toen ik aan het lezen was. Waar komt nou het idee vandaan dat je dat dan
fitter en succesvoller en weet je wel, wat heeft dat ja. met die tijd te maken? Want je kan, kijk, ik zat vroeger altijd in de muziek. Oké. Okay. Dus je moest mij 's morgens voor 11 uur gewoon niet bellen, want ik ging en als er om 4 uur 's nachts de telefoon ging, dan was het de gitarist, weet je wel. Die ja. wist ook, ja, die slaapt ook niet. Ja. Dus dat, terwijl ik nu keurig zo'n kantoorbaan heb en dan draait mijn ritme helemaal om. Maar inderdaad, wat je zegt, dat vraagt dan die samenleving. Of, ja, ja. Maar zit er een soort absolute, hoe zeg je dat nou? Is er een aantoonbaar beter punt dan om je bed uit te komen? Nou, waar het voornamelijk om draait is dat we leven allemaal in een ochtendmaatschappij. De meeste mensen moeten 's ochtends ergens zijn, hebben een afspraak. En als je goed gaat nadenken, en ik heb dat nu bij honderden mensen over de jaren heen gevraagd om helemaal bij te houden met logboeken. Ja. Is dat als je wakker wordt, dan ga je gelijk iets negatiefs denken. We hebben ongeveer tussen 40.000 en 60.000 gedachten per dag. En daarvan is nou meer dan de helft, ruim meer dan de helft is negatief. En als je gaat Waarom is dat? Omdat ons brein is ingesteld. Niet voor negativiteit, maar om ons te behoeden voor gevaren. Ja. En een gevaar is ook stress of zorg of angst. En je brein ziet niet in wat echt gevaar is of wat een gedachte gevaar is. Daar is geen onderscheid in. En als je dan elke ochtend wakker wordt en jouw eerste gedachte is, ach, is het nu alweer ochtend? Oh, het is koud, het regent, ik heb slecht geslapen. Dan denkt jouw brein gelijk, oh, deze ochtend, dat is niet zo goed. Dat is gevaar. Ik wil dit niet. En dan zit je gelijk een soort van 3-0 achter. Want je brein denkt, die ochtend, dat is niet goed voor je. Dat is gevaar. Error, blijf liggen. Ja, en dan ben je zelf ook nog een type. Zo zijn we gewoon gemaakt met gewoontes. Snoezen, button inklikken of omdraaien. Of gelijk dus denken, nee, die ochtend is weer vreselijk. En dan maak je het jezelf heel erg zwaar. Ja. Ja, en dan begin je gelijk negatief. Ja. En toen dacht ik, ja, dat deed ik dus ook altijd. En op een gegeven moment dacht ik, dit is zo zonde. Want iedere keer sta ik op met zoveel moeite. En ja. gelijk altijd maar zeiken, bla 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 bla. En als je gelijk jezelf aanleert om te denken, yes, het wordt een mooie Joepie. Dag. Ja. Dan denkt jouw brein, dat zit gewoon letterlijk in ons geprogrammeerd. Die denkt, oh, wacht eens even. Er is geen gevaar op de vroege morgen. En dan blijft soort van dat alert momentje, dat stukje stress, dat gaat uit. Ja. En dan sta je veel meer open van, oh, een nieuwe dag. Nieuwe kans, nieuwe mogelijkheden. Ja, ik heb er zin in. En dat stukje ben ik dus helemaal gaan uitbuiten. Van oké, stel nou dat ik mezelf aanleer om gelijk iets positiefs te denken. Fake it till you make it. Want je brein weet dus wederom niet of het echt zo is. Dus dan word ik wakker en ik denk gelijk, het wordt een nieuwe dag. Dan denk je het brein gelijk, oké, relaxed. Nou ja, daarna kan je altijd denken, ik heb wel slecht geslapen. Maar dan is het minder erg dan daarvoor. En als je dan voor jezelf een routine hebt van ik spring uit bed, heb je gelijk een shot aan dopamine, want de eerste overwinning is gelukt. Je springt uit bed, letterlijk doe ik dat. Nou, er wordt ook heel vaak beweerd, maak je bed op. Dat zijn allemaal van die kleine dingen. Ik geef mezelf een schouderklopje. Gewoon letterlijk jezelf motiveren als een soort van motivatiecoach. Ja. Om die ochtend gewoon als een feestje te maken. Je bent je eigen blije ei dan? Ja, echt je blije ei, want je staat op voor jezelf. En jij mag weer je ochtend bepalen. En uiteindelijk de rest van de dag. En hoe relaxter, leuker, vrolijker jij je ochtend start, hoe beter de dag gaat. Ja. En als dan de vervelende collega binnenkomt, zeur en het allemaal niet goed, dan kan je er veel beter mee handelen. Ja. Dan dat jij ook een hele drukke, stressvolle, chagrijnige ochtend hebt gehad. Ja. Dus op die manier is het al, hè, hoe je erin staat, dat het veel meer kan brengen. En dat stukje fitter, dat heeft veel meer te maken met het stukje bewegen dat ik combineer met de ochtend. Want ik probeer heel erg mensen de eerste fase van letterlijk uit bed stappen mee te geven hoe je dat kan doen. Dus met je brein en met je mindset. En ik geloof er heilig in dat als jij 's ochtends gaat bewegen, mm-hmm. dus dat kan sporten zijn, het kan wandelen zijn, het kan in je huiskamer even dansen zijn, noem maar op, dat je daar letterlijk je lichaam mee activeert. Okay. En als je beseft hoeveel positieve effecten sport heeft, het zijn ongeveer 98 positieve effecten wat er allemaal met je gebeurt, mentaal en fysiek. Ja. Ja, als je dat dan gelijk aanzet, dan heb je dus dubbel op euforie. Ja. Ja, nou dan kan die ochtend niet meer stuk. Ja. En ik denk niet dan, die linker, dat is gewoon een ADHD'er die gewoon... Oh, dat denken vaak mensen, En dat is soms misschien ook het nadeel van mijn Dirk het Morning. Ik ben het gezicht, ik heb een bepaalde leeftijd, ik ben een spring in het veld en ik ben ook nog heel erg enthousiast. Ja. Ook geworden door Dirk het Morning. Ja. Wat was het, dat kip of een ei? Dan wil je het toch over die blije ei hebben. Kip of het ei? Nou, in die zin van, kan je zeggen van...
Ben jij nou zo vrolijk en zo energiek omdat je die methode bent gaan volgen voor jezelf? Of ontwikkeld en zelf daar het exponent van bent? Mm-hmm. Of is het zo, je was eigenlijk altijd al heel blij 's morgens en toen dacht je van, dat moeten mensen ook gaan doen? Nou ja, daarom ben ik dus heel erg blij dat ik echt een hele grote ochtendhater was. Ja, precies. Want je zei net, op een bepaald moment ging het bij mij anders. Welk moment was dat dan? Eigenlijk toen ik volwassen werd en een fulltime baan kreeg. Ik was afgestudeerd en ik ging aan de slag als producer bij Endemol Nederland. Nou ja, in de tv-wereld is druk. Altijd maar rennen, vliegen, alles regelen. En je bent eigenlijk dag en nacht met je werk bezig. Ja. Veel buitenlandse programma's. Ik vond het te gek, dat ten eerste. Maar ik merkte wel, wauw, ik sta wel echt op voor mijn werk. In plaats van voor mezelf en voor mijn leven. Ja. En toen ben ik eigenlijk zo'n soort van challenge één keer gaan proberen. Hoe is het als ik nou eerder uit bed ga? Oh ja. En dat kwam eigenlijk doordat ik mijn ouders zag, die echte ochtendmensen zijn. Uh-huh. Dus die waren altijd, wanneer ik uit bed rolde, al actief bezig met van alles en nog wat. Dus vanuit huis uit had ik het al een beetje meegekregen. En in Amerika was het ook wel al vrij groot. Ochtendroutines maken je succesvoller. Dat schreeuwde Oprah Winfrey al. En ik was altijd best wel fan van haar. Ja. Dus een beetje onbewust kreeg ik dat wat in mijn omgeving mee. En toen dacht ik, oké, ik ga gewoon één ochtend dit proberen. Ik ga eerder opstaan. Het was april 2014. En het was eigenlijk dat mijn vrienden me vierkant uitlachten. Zo van, nou dat kan jij echt niet. Jij ochtendhater, jij gaat nooit eerder uit bed. Nou ja, daarvoor wilde ik het juist bewijzen. Ja. Dus dat heb ik geprobeerd. En ik zit natuurlijk hier niet als het niet goed heeft uitgepakt. Nee. Maar ik merkte wel van, oké, ik sta meer aan. Ik voelde me productiever. Ik zat ook wat lekkerder in mijn vel. Ja, ik voelde me gewoon dus heel erg, die ADHD'er. Gewoon heel erg, ik stond echt letterlijk aan. En ook mijn collega's zeiden, joh, wat heb je gedaan? Heb je dubbele espresso gehad? Heb je Red Bull gedronken? Ik zei, ik ben gewoon vanmorgen lekker naar buiten gegaan. Ik heb even een moment voor mezelf gepakt. Ik heb er al bijna al een dag op zitten. En dat ben ik toen eigenlijk met vallen en opstaan gaan proberen. Het lukte niet elke ochtend. Maar als ik het deed, merkte ik wel echt, wauw, ik voel me goed. Ja. En om mezelf te motiveren, ben ik dat in een blog gaan zetten. Hele simpele WordPress. Alleen mijn moeder las het. Geen probleem. Ik schreef daar gewoon letterlijk voor mezelf een soort van online dagboek wat die ochtenden met mij deed. Uiteindelijk deed ik er ook social media bij. Ging ik elke ochtend een foto maken van als bewijs. Ik ben er weer. Ik ga weer de ochtend voor mezelf claimen. En op een gegeven moment, na een half jaar, dat onbekende mensen mij gingen aanspreken van, hé, wat knap en of wat gek en hoe doe je dat? En kan je daar wat meer over vertellen? Ja. En dat vond ik zo leuk. Ja. En vanaf toen ben ik het steeds serieuzer gaan nemen van, goh, ik merk dat ik positief verander en ook mentaal veel sterker aan het worden ben door letterlijk de ochtend voor mezelf te claimen. Ja. Misschien kan ik andere mensen daarin ook wel motiveren, want dan wordt de wereld ook beter, lijkt mij. Ja. Dus met die gedachte ben ik mijn blog heel serieus gaan nemen met elke week een challenge en meer sportprogramma's, meer erover schrijven. Nog meer uitzoeken wat Oprah Winfrey nou precies deed in haar ochtendroutine. Ja, want was het ergens op gebaseerd? Zit daar een soort, dan heb je COVID weer, maar zit er een soort wetenschappelijk ding achter? Of, heb je dat kunnen er zijn heel veel wetenschappelijke artikelen, maar dan nog vind ik het altijd, in hoeverre is het nou, hè? Want je kan nooit letterlijk bewijzen dat echt elke ochtendpersoon nou daadwerkelijk succesvoller of rijker of gelukkiger is. Maar er wordt wel heel veel over geschreven. Okay. Dus wetenschappelijke artikelen zijn er zeker. Dat er wordt beweerd dat ochtendmensen succesvoller zijn. Dat dan komt doordat zij een soort van voorlopen op de rest. Maar dan heb je natuurlijk de vraag ochtendmensen. Dat kunnen ook avondmensen zijn die er alsnog voor kiezen om de ochtend te benutten. Ja. Dus het is sowieso wel al een vrij ingewikkeld woord. Ja, ja. Dus nou ja, dat het ergens in onze hele oude historie, dat was holbewoners, weet ik veel. We leefden wel echt met de natuur. Ja. En daarom denk ik dat gewoon de 98% van de hele bevolking ertussenin zit. Want we hadden geen afleiding met blauw licht, Netflix, noem maar op. Als de zon opkwam, stonden wij ook op. Ja. En we verschoven ons ritme in de winter, omdat het dan eerder donker werd. Doe jij dat dan ook, bijvoorbeeld? Ja, ik merk wel, en dat is eigenlijk de grap, door de laatste 2 jaar, dat ik wel bijna een uur verschuif. Okay. Ja, dus dat ik in de winter een uur eerder naar bed ga. Ik ga niet zozeer later uit bed. Want ik merk juist in de winter, als ik dan doorpak en in het donker door Amsterdam fiets om te gaan sporten. Ja. Dat ik dan dubbel op discipline voel. Omdat ik weet, de meeste mensen stoppen nu. Ja. Maar ik verschuif wel een beetje mijn ritme. Dus het komt zeker van verre, verre voorouders al. Ja. Hoe meer jij leeft met de natuur, hoe meer jij leeft volgens je biologische klok, hoe gelukkiger en vooral gezonder jij je lichaam maakt. Ja.
Nou ja, dat zou niet zo onlogisch zijn, maar wie ben ik om daar... Nee, dat is zeker niet onlogisch. Nee, nee, absoluut. Het gaat er vooral om dat je gaat leven volgens je ritme. Dat je echt je biologische klok ontdekt. En daarom noem ik ook mijn volgers en wat ik doe ochtendgekkies. Want stel, je bent een avondmens. Ja, je leeft in een ochtendmaatschappij. Dus hoe kan je het voor jezelf zo makkelijk mogelijk maken om een ochtendgekkie te worden? En dat is een persoon die ervoor kiest om in ieder geval de ochtend voor zichzelf te nemen. En eerst te starten met je passie, met je hobby waar jij gelukkig van wordt. Okay. Letterlijk je lichaam positief aanzetten en dan pas gaat doen wat je moet doen. Ja, je beloont je eigenlijk je zorgt voor een beloningssysteem van het vroege opstaan. Ja, en ik probeer het altijd te vergelijken met... Als je slaapt, ben je je emoties aan het verwerken. Je bent aan het herstellen. Je immuunsysteem is aan het herstellen. Dus als je een goede nachtrust hebt gehad, word jij wakker met een leeg potje. Ja. Een gedurende dag ga jij die vullen. Ja. En hoe meer shit, drukte, dan op een gegeven moment is die overvol. Dan gaat die overstromen. Maar op die basis van jouw potje is zo belangrijk. En als jij wakker wordt en je gaat gelijk bellen, je gaat gelijk het nieuws lezen, allemaal negatief. Ja, dan heb je een hele slechte bodem van jouw potje. En als jij toch die ochtend denkt, oké, ik heb nu weer een nieuwe kans. Ja. Nieuwe dag, nieuwe kans. Dat, zo zie ik het echt. Ja. Ik ga die bodem even heel goed vullen met positieve gedachtes. Ik kan het, ik voel me goed, ik zit lekker in mijn vel. Ja, ja, dat is een veel betere bodem voordat je de dag letterlijk al start. Ja, en zit dan als voorwaarde aan dat je dan wel op tijd naar bed moet? Ja, dat klinkt nu gelijk heel saai, hè? Maar slaap is eigenlijk wel prio nummer 1. Ja. Slaap is het allerbelangrijkste. En daar heb ik mij 10 jaar geleden ook aardig in vergist. Want ik dacht, die ochtend fantastisch. En alsnog ging ik ook laat slapen. Dus ik had totaal geen ritme meer. Ja. En op een gegeven moment, na een jaar of 2 jaar dit gaan proberen, dacht ik, ik moet wel met een slaapwetenschapper gaan samenwerken. Want ik heb het idee dat ik het belangrijkste mis. En dat is slapen. Ja. En die heeft mij heel veel geleerd over slapen. Wie was dat? Tim Leufkens. Hij woont nu in Zweden. Hij werkt echt al bijna 100 jaar, wil ik zeggen. Maar is ook weer zo beledigend. Maar al jarenlang voor Philips. Echt als researcher om letterlijk mensen beter te leren slapen. Okay. Dus heel erg interessant. Ik heb met hem ook deels mijn eerste boek geschreven. Ja. En eigenlijk is gewoon slaap prio nummer 1. Ja. Daar vandaar dat dacht ik ook. Je kan vroeg je bed gaan. Maar dan moet je natuurlijk ook wel... Uiteindelijk heeft het wel... Was je eerste boek deze? Die andere is een journal. Ja. Maar uiteindelijk heeft het wel met elkaar te maken. Want stel, mensen zeggen tegen mij, nou, ik ga pas beginnen als ik goed slaap. Nou, dan kan je echt wachten tot je een ons weegt. Als jij begint met je ochtend, op een gegeven moment merk je dat je in de avond ook veel meer voldoening hebt. En daardoor ook veel rustiger bent. Ja, dat je beter gaat slapen. Toe dus, bent aan je bed. Het is gewoon een bepaalde routine. Ja. Dus ja, het is je slaap kan je onder de loep nemen. Je hele je dag, je avondroutine, je ochtendroutine. Uiteindelijk heeft het allemaal met elkaar te maken. Ja, ja. Hé, hey, Lintje, ik zat even te googelen bij jou. Oké, oh god. Nou, wat ik op zich altijd wel grappig vond, want je hebt de vrije school gedaan, begreep ik. Mm-hmm. Was dat een lagere school of een middelbare school? Mijn hele leven. Je meent het. Ja, van mijn 4e tot op 18. Nee, ik geloof er echt dat ik dankzij de vrije school geworden ben wie ik ben. Dat is ook een slogan, maar ja. Oh ja? Het klopt echt. Ja, worden wie je bent. Ja. Waarom vind je dat? Vertel eens wat ik... Nou ja, ik heb geen vergelijkingsmateriaal met een normale school, tussen aanhalingstekens. Hè, nee. Want wat is een normale school? Ja. Alleen, wat ik heel fijn vond aan een vrije school is dat je heel vrij wordt gelaten. Heel veel creativiteit. Dus ze zijn veel meer bezig met creativiteit, op een creatieve manier denken. En als ik dan keek naar mijn buurtgenootjes die dan met een boekje, bijvoorbeeld een tafel, of noem je dat? Een alfabet of een tafel van 7 moesten leren. Ja. Ja, en ik dacht, oh, maar ik moet met gebaren, met een soort dans moest ik dat leren. Ja. Ja, ik heb wel het idee dat me dat heel erg creatief heeft gehouden. Ja, en wat voor studie heb je toen gedaan? Want je zei net toen ik afstudeerde. Ja, toen ik afstudeerde naar de vrije school ben ik ook creatief gebleven. Ben ik naar de HKU. HKU, ja, hoogschool. Ik moest even nadenken. Hoogschool voor de Kunsten in Utrecht. Ja. En dan wel kunst en economie. Ja, vond ik een leuke combinatie trouwens. Ja, al vrij snel merkte ik, ik vind regelen geweldig. Ik ben goed in regelen. Uh-huh. Toch een beetje de creatieve sector, maar wel de nieuwe media. En op mijn 14e zei ik al, ik wil bij tv werken. Ik wil daar als regel achter de schermen. Ja. En zodoende kwam ik bij de Hogeschool voor de Kunsten uit. Ja. Vond je het leuk? Ja, fantastisch. Ja. Oh, wederom ook heel creatief. Ja. Daarnaast toch wel economisch veel leren. Ja. Maar ik vind vooral creativiteit heel erg belangrijk. En heel erg je eigen ding kunnen doen.
Dus in mijn derde jaar moest ik stage lopen. En toen dacht ik gelijk, ik ga naar Endemol. Gelijk de grootste productiemaatschappij. Gewoon ding dong. Ding dong, ja. Ik werd er aangenomen als stagiair en ik mocht gelijk blijven werken. En ik regelde met school dat dat ook kon. Dus ik kon en afstuderen en ik kon werken. Zolang ik maar op een creatieve manier ze kon overtuigen. Liet zien dat ik beide kon. Ja en dat vond ik het leuke eraan. De vrijheid en ja, eigenlijk letterlijk je eigen levenspad bewandelen. Ja. En dat je die mogelijkheid hebt om dat te doen. Ja, nou, daarom begon ik daar net over. We hebben het blij ei al gehad. Maar ik zag inderdaad in je cv, denk ik, goh, het is een en al... Ja, moet je het zeggen. Vrijheid. Vrijheid, ja. Ja. Ik denk wel dat ik veel vrijheid heb gekregen. En ik, nou, dan kan je natuurlijk afvragen als je ook op een andere manier bent opgevoed. Of ik er nu ook op deze manier heb gezeten. Geen idee. Nee. De grap is eigenlijk, ik heb niet gestudeerd om mensen energiek uit bed te halen. Ik heb niet gestudeerd om mijn eigen bedrijf te runnen. En alles wat ik nu doe, doe ik puur uit enthousiasme. En dat is waar ik enthousiasme voor? De ochtend. Ja. Mensen gek maken met een lach, 's ochtends vroeg. Ja. Vind je me al online. Op social media sta ik daar weer om 6 uur goedemorgen te schreeuwen in de camera. En tot irritant toe, maar daar kan ik heel erg van genieten. Ja. En eigenlijk alles wat ik nu doe de afgelopen 10 jaar... heb ik niet geleerd uit het boekje, maar gewoon te doen van... hier word ik enthousiast over. Ja. Dus ik ga het doen. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat het succesvol is geworden. Maar is dat dan ook... We hebben het hier altijd over een missie. Is dit, ja. Wat vat die dan eens samen? Wat is nou jouw missie? Ja, mijn missie is echt mensen enthousiast uit bed halen. En dat ze weer beseffen... ik kan gewoon zelf doen wat ik wil. Ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Okay. En hoe jij die ochtend gaat inrichten... Uiteindelijk maakt mij dat eigenlijk helemaal niets uit. Nee. Zolang jij maar weer 's ochtends denkt... yes, het is weer een nieuwe dag. Ja. Ik mag er weer voor gaan. En als je dat niet hebt, want dat heb ik ook nog vaak genoeg... dat je dan wel weet hoe je jezelf dan weer kan switchen. Ja, dat je weer weet hoe je jezelf weer kan activeren. Want jij bent eigenlijk de enige die jezelf zo enthousiast en leuk en vrolijk kan krijgen. Ja, maar je wil gewoon de wereld... je wil iedereen blijer maken eigenlijk. Ja, eigenlijk is dat het. En dat begint al 's ochtends vroeg met hoe jij wakker wordt. Ja. Ik moet er ook nog eens even naar gaan kijken. Ja, ik ben niet zo goed in wakker worden. Ja, ik vind het... het is vooral als je erover na... Het is toch zonde eigenlijk voor jezelf. Als je wakker wordt en dat je er gelijk denkt... Ach, maar ja, wie heb jij ermee? Ja, niemand. Maar je moet het wel kunnen. En ik heb bijvoorbeeld... Nou, dan wordt het even persoonlijk. Maar naarmate ik ouder word... volgens mij sprong ik vroeger vrolijk in mijn bed uit dan nu. En maar waar... door zou dat komen, nou, want dat je vindt je werk leuk. Ja, hartstikke leuk. Ik ben dolgelukkig eigenlijk. Ja. Maar dat ik wel, dat ik, en dan denk ik, goh, komt dat nou, weet je wel, dat je ouder wordt en dat er, ik weet niet, minder energie is of zo. Ik weet het niet zo goed hoor. Maar goed, het is verder voor de wereld niet zo interessant nu. Nou ja, zeker wel. Ja, want misschien denken heel veel mensen nu wel van jouw leeftijd, van nou, ik herken het. Ja, dat zou ik wel benieuwd naar zijn. Laat het weten. Ja, dames en heren, als u... Ja, nou, ik vind het wel interessant, want ik heb dus een community waar mensen elke ochtend kunnen sporten vanuit huis. Ja. Lekker makkelijk. Ja. En zijn voornamelijk ouderen, stuk ouder dan ik. Oh ja? Wat ik heel erg leuk vind. Ja. En zij hebben ook kinderen, ze hebben een heel ander leven dan ik. En ook die zeggen wel, ja, het kost wel veel moeite. En ik ben niet zo open als jij. Dat hoeft ook helemaal niet, want ieder doet het op zijn eigen manier. Ja. Vind ik heel erg belangrijk. Maar ik denk wel, als je wel jezelf... wat positiviteit kan geven. En al doe je dat gewoon met een bepaalde gedachte. Dan is dat ook oké. Maar het maakt het wel wat luchtiger. Ja. Hey, en jij gaat dan het land in als spreker. Ja. Ik zag een aantal dingen. Want eigenlijk wat je nu zegt... is ook best wel individueel gericht misschien. Hoe word jij vrolijker wakker? Of hoe krijg Absoluut. Jij meer die energie? Maar tegelijkertijd spreek je ook voor echt voor bedrijven. Je hebt het over een energizer ding of zo, 's morgens. Wat is dat dan precies? Ja, klopt. Ja, ik doe verschillende dingen. En de energizer is dat ik letterlijk 's ochtends voordat de werkdag begint, of vlak voor de lunch, dat ik even kom en dat ze mogen staan. En op de muziek gaan we even lekker bewegen. Ja. Zonder dat we gaan zweten, want veel mensen denken, ik heb mijn werkkleding aan. Dus ik heb het zo bedacht dat er leuke, vrolijke muziek is. En dat je even gaat stretchen en letterlijk je lichaam gaat activeren. Ja. En dan merk je toch dat iedere keer daarna mensen zeggen, ik voel me even weer wat frisser. Ik heb wat meer concentratie. En heb je dan ook het idee dat ze dan de volgende dag dat er ook even gaan doen thuis? Of, dat is natuurlijk lastig te meten. Ik krijg dan wel eens berichten van mensen van,
je hebt toch al iets geprikkeld. Ik ben nu gaan wandelen. Of het is me via Instagram of via LinkedIn even berichten van... Ik wil je toch bedanken. Ik gewoon een beetje meer gaan beseffen dat ik eigenlijk best wel negatief denk. Ja. Dus ik probeer allemaal van die kleine dingen een beetje te planten. En uiteindelijk hoop ik dat de mensen die 10 jaar geleden tegen mij zeiden... Je slaat helemaal door met de ochtend. Wat gek. Je bent zo druk. Doe eens even normaal. Dat die komen steeds meer een beetje bij me terug. Ja, ik ben 's ochtends gaan wandelen. Eigenlijk is het nog helemaal niet zo gek wat je zegt. Ja. Dus ik ben nou gewoon bezig met zaadjes planten. Heb je ook een tip? Want ik denk het bijvoorbeeld ook vaak. Van ik zou het eerst moeten doen. Ja. Nou ja, ik zeg dat begin gewoon. Nou ja, er zijn eigenlijk twee manieren die ik altijd zeg. De eerste is... om te zelf een schop onder je reet? Nou, dat zijn er dan 3. Hele goeie schop onder je reet. Ja, ik denk dat heel veel mensen echt wel 20 pepers in hun reet mogen. Ja, ja, we zijn veel te soft en kom op zeg. Ja. Ik zeg altijd, beseffen hoe slecht snoezen eigenlijk is. Nou, dat heb ik ook weer geleerd van verschillende slaapwetenschappers. Snoezen is letterlijk het verstoren van je slaapritme. Ja, ja. En dat is... Toen ik me daar, als je daar meer over gaat verdiepen, denk ik... Oh, wat, je maakt jezelf gewoon meer moe. Ja. Dan dat je de eerste keer wakker werd. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dat is zonde van je tijd. En die tijd kan je benutten voor je ochtend. Dus in ieder geval stoppen met snoezen. Ja. Dat is wel stap 1. Ja. En de tweede heb ik een 15 seconden regel. En dat is gewoon letterlijk hardop aftellen van 15 naar 0. En als je een partner hebt, mag het ook in je hoofd. Ja. Maar het is je brein activeren, want die moet nadenken. Want als je nog in je bed ligt, ja, is dat. Ja, dus zodra je wakker wordt of je wekker gaat, zoals bij de meeste mensen, ga je aftellen van 15 naar 0. En op 0 sta je letterlijk naast je bed. En dan, nou, dat kan je natuurlijk veel sneller doen, maar doordat je je lichaam activeert, het is een challenge, krijg je daarna gelijk een shot aan dopamine. Het gaat allemaal automatisch. En dan denkt je lichaam, hé, de eerste overwinning, woep, is al gedaan. Ja. En dat is gelijk heel kort. En daarna kunnen mensen alsnog denken, wat een vreselijke ochtend. Ja. Maar het is wel even een shot aan dopamine. En dat is gewoon een stukje geluk, blijdschap, euforie. Ja, ja. Hey, onze markt, hè, als spreeksbureau, dat ligt heel vaak bij grotere organisaties. Wat als je dat nou moet samenvatten, wat ze aan Linke de Jonge hebben? wat hebben ze daaraan? Nou, ik vind het heel erg interessant om eerst veel meer te vertellen over routines. Hoe belangrijk het is om een goede routine te hebben. Ik focus me daarbij op een ochtendroutine. Hoe beter jouw ochtendroutine / ritme, hoe beter makkelijker alles gaat gedurende de dag. Dus productiviteit gaat omhoog? Oh, absoluut, productiviteit gaat omhoog. Je kan je beter concentreren. Ziekteverzuim 100%, dat durf ik echt te beweren. Okay. En voornamelijk dat jij jezelf veel gezonder houdt. Je biologische klok is een ritme. De hele natuur heeft een ritme. Ja. Dus je hebt gewoon een ritme nodig. En dat is niet saai, dat is gewoon letterlijk structuur aanbrengen. En je mag daarin ook zeker wel wisselen. Maar dus ik leer vooral de mens, wat is nou eigenlijk een routine? Hoe creëer je dat? En vooral bewust worden van welke routines heb ik eigenlijk? Ja. En dat is, als ik dan weer kijk naar de ochtend, onder andere snoezen, die negatieve gedachten, werk meenemen naar bed. Nou, noem maar op. Dus ik vertel eerst veel meer over het belang het hebben van routines. Ja. En vervolgens hoe je dat voor jezelf kan gaan uitzoeken, wat werkt voor jou. En daarin probeer ik ook mijn enthousiasme mee te nemen met kleine routines, zoals die 15 seconden regel, het snoezen, bepaalde positieve gedachten. Bewegen. Bewegen begint al bij 1 minuut, dus dan neem ik altijd even een voorbeeld mee. Zet ik even muziek aan om te ervaren hoe je je voor die minuut en na die minuut voelt. Ja. En heb ik ook praktische voorbeelden, want ik kan wel iedere keer vertellen over mijn ochtendroutine. Uh-huh. Maar ja, dan komen mensen met, ja, maar jij hebt nog geen kinderen. Wacht maar tot je kinderen hebt, wacht maar tot je ouder wordt. Dus dan neem ik ook verhalen mee van mensen die nu ook een ochtendgekkie zijn geworden. Die 20 jaar ouder zijn dan ik, of met pensioen zijn, of een ziekte hebben overwonnen, of die 4 kinderen hebben. Dus ik neem ook gelijk heel veel praktijkvoorbeelden mee. Om het te laten zien, dit is niet alleen voor Linkes, dit is voor iedereen. Ja, okay. Dus op die manier probeer ik gewoon iets bij te brengen. Ja, dus je bent gewoon het grote besparingsfenomeen voor alle bedrijven. Nou, investeren in mij, maar je krijgt er heel veel voor terug. Dat is zeker zo. Ja, nou ja, wat jij zegt met het ziekteverzuim, daar zou ik ook nog veel meer op willen richten, want het is gewoon echt zo. Ja. Het is echt zo. Nou ja, ik heb het idee dat de laatste tijd, want je had het net over, daarom vroeg ik naar die naam van die slapengoeroe. Want we hadden er hier in huis tegenwoordig ook een. Die inderdaad, die focus op slaap en goede ritmes. Daarvan wordt het belang wel steeds meer ingezien, denk ik. Gelukkig maar, ja, want slaap is eigenlijk het gratis medicijn. Als je weet wat het je oplevert, geloof je niet dat het echt zo is. Maar met slaap kan je 99% van je problemen oplossen. Ja, absoluut.
Nou, hartstikke mooi. Hey, werk je nog bij Endemol? Of is het, is... Nee, ja, al 10 jaar lang is Dirk het Morning mijn fulltime baan. Oké. Vond je het niet leuk daar? Of... Ik vind het fantastisch om programma's te maken. Ja. En ik vind het nog leuker om mijn eigen bedrijf te hebben. Oké, want daar wilde ik naartoe, naar die vraag van ben je blij? Ja, absoluut. En er is nog wel een lange weg te gaan om ochtendgekkies te maken. Ja. Ik doe nu alles in Nederlands. Ik wil eerst de Nederlandse bereiken, dat totdat iedereen een ochtendgekkie wordt. Ja. En dan wil ik de wereld over. Ja. Hartstikke goed. Nou, je razend enthousiast. Jij moet toch ga je niet... morgenochtend het proberen? Dat is uiteindelijk denk ik wel een hele belangrijke vraag. Ja, ik ben er wel een beetje mee bezig voordat ik dit wel zag, inderdaad. Okay. Ik merk er ook heel persoonlijk wel rare dingen in. Want ik, nou ja, dat zei ik, ik ben altijd een keer wel een heel raar ritme gehad vanwege die muziek. En nou ben ik hier sinds anderhalf jaar bezig of zo. En dan merk ik ook wel dat je dan een wekker zet bijvoorbeeld. Maar... Ja. En ik ga altijd wel op tijd naar bed, want ik moet echt wel mijn slaap hebben. Ik word gewoon ziek als ik 6 uur slaap. Herkenbaar, ja. En dan merk ik, dus ik snap daar geen bal van, dat ik altijd 5 minuten voordat de wekker afgaat wakker word. Oh, dan denk kijk ik, zo. Hoe kan dat nou, weet je wel? Zit dat nou zo? Maar goed, en ik voel me daar eigenlijk prima bij, hoor. Ik merk inderdaad dat bij mij die omslag eigenlijk al geweest is. En dat zelfs als we nu vrij zijn, dat we op tijd naar bed gaan... En ik vind het ook prima, 's morgens. Dus ik ben er al wel een beetje... Dat is supergoed. Dat is de eerste goed stap. Goed nieuws, hè? Ja. Oké. Je bent door naar de volgende ronde, vooruit. Ja. Hey, Link, je bent een ongelofelijke babbelkont. Ik zie het op de klok dat we er ondertussen alweer doorheen zijn. Als het om de ochtend gaat, kan ik uren doorlullen. Ja, hoor. Ja. Nou ja, je bewijst dan hoe goed dit werkt. Je bent zelf heel energiek. Dat zou wat zijn als ik hier helemaal deprimerend zit. Nou, probeer het maar. Maar ik vind het vreselijk. Ja, dat kan niet. Nee. Hey, Een laatste vraag die ik altijd stel, en dat heeft meer met jou persoonlijk te maken dan met wat je onderwerp is. Ik roep altijd van, je rijdt straks naar huis en dan gaat het helemaal mis op de snelweg. Je knalt tegen een auto, weet ik veel. Binnen, het zal niet. Leuke afsluiting, ja. Ja, het is gezellig is het even niet. Even afkloppen. Eigenlijk gaat het dan sta je, dan heb je het laatste half uurtje nog te leven, zegt die dokter. En je staat naar dat systeemplafond. En wat denk je dan? Jeetje, wat denk ik dan? Ik heb denk ik tot nu toe alles gedaan wat ik wilde doen. Ja. Dus ik ben er, daar ben ik wel oké mee dan. Ja. Ja. Je hebt gehad geen bucketlist die nog gevuld moest worden met allerlei... Nee, ik ben nu juist in een fase afgelopen 3 jaar dat ik ook heel erg bezig ben met mijn bucketlist al te doen. Ja. Voor het niet meer kan. Ja. Dus nee, als het gebeurt, dan is het goed. Dan is het goed. Ja. Ja. Oké. Ja, ik zou het meer vervelend vinden voor mijn nabestaanden dan voor mezelf. Ja, dat is altijd een beetje leuk. Ja. Dus, we gaan er niet vanuit. Nee, ik zit nu al afscheid te nemen, dat zou wel zijn. Maar nee. Het is niet dat ik denk, oh wacht even, ik moet nog even dit doen. Nee. Misschien zou ik nog 1 keer goedemorgen zeggen en dan ga ik daar met het graf in. Maar zolang mensen me maar niet vergeten en de ochtend blijven claimen, is het helemaal oké. Hartstikke goed. Oké. Hey, hartstikke bedankt voor dit enthousiaste interview. Ja, succes morgenochtend. Ja, dankjewel, Link. We gaan er tegenaan. Yes. Dit was de Spreker podcast. En ik hoop volgende week weer zo'n enthousiaste spreker hier op de bank te hebben. Tot kijk.